ben je er al klaar voor? Nee, ik ben er al klaar mee. Maar 15 biertjes heb je? Ja, 15, ja. En waar heb je ze mee gewonnen? Mijn geld. Ja, hier. Oh, hier, met die knot. Ja, met die knot. Oh, die niet zo blij kijkt. Nee, ik denk dat ze ook niet erg blij is. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Vandaag ben ik op de zaterdag van de feestweek in Wassenaar. Het is kermis en het is kratstapelen, dus dat wordt vast gezellig. Rudo! Nou, 2 jaar geleden was je ook al bij mij in de uitzending, toch? Toen was het jaar, ja, want toen oud... Ik was thuis. Jij was thuis? Oh, jij... Ik, ja. Ja, dat was het. Ja, en dat inmiddels, was... want toen was je zwanger. Toen was ik zwanger, ja. Dus, en nu is die er. Nu is die er, ja. Dus, en waar is die allemaal al in geweest? Daar? Was je in de draaimolen? Ja. Dan was het leuk. Het is wel een beetje vleilig. Hij lijkt niet op zijn oma. Of, nee, want ik klets wel een draak, toch? Maar hoe is het op het feest hier? Nou, we zijn hier net. Oh, jij, wij dus ook. We zijn hier net, dus... Maar ik begreep dat het ook zo meteen het kratstapelen begint. Ja, maar dan zijn we weer weg. We gaan er niet aan meedoen. En we ook niet even kijken dan? Nee, tuurlijk niet. Nee? Nee. Dus, hebben jullie wel andere dingen gedaan tijdens de feestweek dan? Nee, ik ben hier pas vandaag. Ik had vanmorgen eens een baby shower. Oh, echt? Ja. We zijn in blauw. Een lichtje. Ja. Leuk hoor. Nou, dan hou ik jullie niet te lang op, want jullie zijn hier ook heel kort. Nou, nee, ik ben heel klein, dus ik kan niet zo goed stapelen. Ja, maar je wordt vastgehezen. Oh, echt? Nou, ik ga zo kijken, misschien... Zo'n bungee jump ding. Mag je je daar niet vooraf voor moeten aanmelden dan? Ik zou het niet weten. Als je bekende bent, dan hoef je je eigenlijk niet aan te melden. Ik ga eens even op onderzoek uit. Ik ga je weer te zien. Daarom. Vond ik ook. Nou, dikke knuffel. Ja, tot snel. Rio! Kijk, jij bent tenminste gezond bezig. Aardappeltjes. Dag en zo. Hey, is dit een bodempje leggen voor de rest van de avond? Of? Ja, misschien wel, denk het wel. Ja, ben je al lang hier vandaag dan? Nee, ik kom net om. Hey, wat is dan de planning? Ga je naar het kratstapelen, ga je naar de kermis, ga je naar de feesttent? We gaan nog even kijken zo, durf het niet te zeggen. Maar ben je wel echt gewassenaarder? Ja. Hoe belangrijk is nou die feestweek voor het dorp? Nou... Ja. Ja, je net je mond vol natuurlijk, zou je net zien? Waarom? Ja, hoe belangrijk weet ik niet. Ja, dat hoort er een beetje bij. Hè. Maar het is wel een groot feest. Groot, ja. Het is een feest. Voor Wassenaarse begrippen wel. Wassenaarse begrippen wel, ja. Nou, heel veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Rio! Wat heb je nou gewonnen? Ja, dat is van mijn dochter. Oh, die is van je dochter? Ja, wat is die nu aan het doen dan? Nou, die is nu haar papa aan het halen. Die wil heel graag springen. Oh, oké, dus jullie proberen alles even een klein beetje te doen? Ja, inderdaad. En waarmee heeft ze dit gewonnen dan? Met eendjes vangen. En wat zit er allemaal in? Een hele keukenset. Een hele keukenset, daar is ze. Kijk eens. Ja, mooi hoor. Patatjes zitten erin. En, ja, even op televisie. Kijk, maar laten zien. Nou, zij denkt, doe jij dat maar, mama. Ja. Nou, veel plezier. Nog. Ga jij nog ergens in? Misschien. Wat zou je dan het liefste doen? Het liefste zou ik denk ik... Ja, toch wel dat snelle ding daar, die heel hard gaat. Ben je er wel van? Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, misschien kom je zo nog wel tegen daar. Misschien wel. Is goed. Nou, veel plezier. Dankjewel. Doeg. Ja, is goed. Doei. Rio! Hey, en wie ben jij? Ik ben Jee. Hey, waar ben jij nu bezig dan? Ik ben net in de streetdance geweest. Ja. En met wie ben je hier? Ik ben met mijn broertje, maar die is even weg. Oké, en je ouders zijn gewoon thuis? Jullie even lekker samen op pad? Ja, gewoon thuis. We hebben het al eergisteren gedaan en gisteren, dus... Maar hoeveel geld heb je meegenomen naar de kermis dan? Ik denk dat ik nu bijna kleine 200 euro er doorheen heb gehaald. Zeg, 200? Ja. Hoe kom je daaraan dan? Gewoon werken, heel veel werken. Wat voor werk doe je? Ik werk bij de Albert Heijn. Ik werk bij kruidenierstuintje of zo. Met handen werken, voeten werken en zo. Dus dat is best wel leuk. Hey, en dan heb je 200 euro nu gespaard. Ja, maar dat is al op. Hoeveel ga je dan nog opmaken? Ik denk nog een kleine 50 euro. Oké, dat weten je ouders ook? Ja, dat weten mijn ouders ook. Okay. En waar geef je het dan het liefste aan uit? Het liefst aan streetdance, maar ook al hier, dat is gewoon leuk. En heb je hier al wel punten gewonnen dan ook? Ja, ik heb hier een kleine 30.000 punten gehaald. En wat kan je daarvan kopen van 30.000 punten? Knuffeltjes, knaldingen, van alles. Oh, je broertje is er inmiddels ook weer. Ja. Nou, veel plezier en niet te veel uitgeven. Nee, dat ga ik proberen niet te doen. Rio! Wat zou jij nou net te roepen dan? Ronaldo. Zou je Ronaldo na te doen? Ja. Doe dat nog eens, maar dan even voor de camera.
Drie! Niet goed! Hey, en wie zijn jullie dan? Romano en Mustafa. En jullie zijn vrienden van elkaar? Ja. Ja, en jullie zijn ook samen naar de kermis? Ja. En hier zit al je geld in of al je gewonnen spullen? Ja, al mijn gewonnen spullen zaten er even, maar nu niet meer. Waar zijn die gebleven dan? In mijn hand. Oh, mag ik eens kijken, wat heb je dan nu? 1000 punten? 10.000? 10.000. Wow. 40, jij hebt nu 41.000 punten. Ja. En waarvoor ben je aan het sparen? Een wafelding? Ja, ik weet niet hoe die precies heet. Wafelijzer. Dat je thuis wafels kan maken? Ja. En hoeveel punten heb je dan nodig? Nog 6.000. Ja. Oh, maar dan ben je er bijna. Ja. Heb je genoeg geld bij je dan? Nee, niet meer. Oh. Hoe gaan we dit oplossen? Weet niet. Nou, in ieder geval veel plezier, maar dat komt wel goed, denk ik. Nou, nog één keer je Ronaldo-dansje dan. Rio! Hallo. Hallo. Hoe is het? Heel goed. Ja? Wat hebben jullie een mooi plekje gevonden hier dan? Heerlijk, hè? Kunnen we gelijk kijken. Ja. Ga je nog meedoen? Denk je. Ik denk dat je het niet gaat doen. Ik denk het ook niet, nee. Maar deed je vroeger dit soort gekkigheid? Nee, wij gingen altijd kijken. We wonen hier aan de overkant, dus je gaat altijd kijken. Hoe lang woon je hier al? Ik woon hier, hoe lang, Koos? 76 jaar. Zo lang? In hetzelfde huis. Dat is wel bijzonder ook, toch? Ja, hè? En hoe lang is dit dan al hier? Nou, al heel wat jaren, hè? En ieder jaar... Zo klein. En ieder jaar gingen jullie dan naar de kermis en naar... Ja. Nou, het touwtrekken was dan gisteren natuurlijk. Ja, s'avonds ga ik niet, want dan ben ik een beetje bang hier. Maar nu gewoon lekker hier, lekker aan een bakje. Mijn broer komt uit de Zwartsluis, dus die komt speciaal hierheen. Oh, maar die kwam hier niet vandaan? Dat is je broer. En dan dat is je... mijn broer. En dat is dan je schoonzus? Ja. En jullie komen speciaal voor elk jaar voor de feestweek? Ook speciaal, want hij is in Wassenaar geboren natuurlijk. Ja. Ja, weet je waar Zwartsluis ligt? Geen idee, maar als ik denk Sluis, Zwartsluis in de buurt van Rotterdam? Bij Giethoorn. Oh, ja, maar dat weet ik, die ken ik wel van al die bootjes. Ja, juist. Ja. Oh ja, mooi hoor. En nu dus bij Zwartsluis. Ja, geniet ervan en jullie hebben vannacht poffertjes gegeten. We hebben heerlijk poffertjes. Ik ga jullie verwennen. Dan kom ik dus weer net te laat. Ja. Potverdorie. Heerlijk. Kom ik volgend jaar wat vroeger? Kom je weer wat vroeger, ja. Rio! Wat een heerlijke editie van van de feestweek, of niet? Ja, het is perfect weer. Het is echt zomerfeestweek en kermisweer. Gewoon niet te warm, niet te koud. Heerlijk het zonnetje. Leuk publiek. Mooie evenementen, dus geweldig. Ja, woensdag waren we er ook al eventjes. Er werden de oliebollen uitgedeeld, was er de prikkelarme kermis. Wat is er eigenlijk tussen woensdag en nu zaterdag gebeurd? Ja, je zegt prikkelarme kermis. Prachtig fenomeen. Nou ja, om 7:00 s'avonds is het geluid en licht aangegaan. En dat hebben we nu een paar dagen gehad. Hartstikke fijn. We hebben nog een aantal andere evenementen gehad. Kuipjes steken en touwtrekken, dus gisteravond. En vandaag hebben we kratjes stapelen. Ja, en deze dame is al eventjes bezig. Ja. Volgens mij heeft ze nu zo'n 13, 14 kratjes gestapeld. Ja. Dat is best knap. Dat is best knap. En nu kom je op dat kritieke punt van zo'n 15 kratten. Begint de vermoeidheid toe te slaan, de wind gaat er aannemen. En die afstand om dat aan te geven, die wordt steeds groter. Oh ja, want dat moet ook nog. En, precies. Ja. En, ja. Wat kan je dan winnen hiermee? Ah ja, eer en glorie. Dus het gaat echt gewoon om... Ja, het gaat echt om de lol en dit en dat. En men krijgt een paar muntjes om een drankje te doen of zo. Ja, dat is toch ook een leuke prijs? Ja, zeker wel. Ja. En volgend jaar, begreep ik, is het een bijzonder jaar, hè, voor de VC. Nou ja, voor de Oranje Vereniging De Oranje Vereniging is in 1905 opgericht. Is volgend jaar 120 jaar. Is niet heel officieel, maar volgend jaar, wat wel bijzonder is, 80 jaar bevrijding in Nederland. Althans, dit deel van Nederland. En hopelijk kunnen we daar een mooi steentje aan bijdragen. Kan je al een klein beetje vertellen wat er gebeurt of houden we dan nog te goed van je? Nou ja, sowieso zullen die activiteiten met name rond 4 en 5 mei zich gaan plaatsvinden. Die invulling daarvan zijn we nu mee bezig. Ja, eerst even deze week goed afronden. Zeker, eerst deze week, ja. Ga je zelf nog meedoen? Nee. Ik ook niet. Rio! Ben je er al klaar voor? Nee, ik ben er al klaar mee. Oh, je bent er al klaar mee? Als ik dit zie, dan ga ik nooit rennen natuurlijk. Ik wilde zeggen, jij bent de volgende deelnemer. Moet je eens kijken hoe dit is echt super knap natuurlijk. Maar denk je nu bij ieder kratje val om? Nee, zeker niet. Ik weet nu al dat zij de winnares gaat worden en ik gun het er van harte, want ze doet het zo fantastisch mooi.
Ja, het is wel echt dit heel knap. Dit is gewoon kunst wat ze doet. Maar heb jij dit al vaker gedaan? Nog nooit. Okay, maar hoe ben je erbij gekomen om je aan te melden dan? Nou, er is nu net voor me beslist dat ik mee ga doen. Oh, dat kon hier echt ter plekke nog? Ja, dat is ook voor me beslist. Ik heb dat niet zelf... Maar heb je dan ook wel gezegd, maar als ik 10 kratjes heb, betalen jullie de rest van de avond mijn bier? Nee. Bier drinken gaan we sowieso doen. En ongeacht wie het betaalt, we gaan er toch van genieten. En wie zijn er dan bij jou nu? Met wie ben jij? Dit hele gezelschap zo. Maar waarom gaat niet hij dan bijvoorbeeld? Waarom ben jij de pineut? Geen idee, daar hebben we het nog niet over gehad. Ik denk dat we het daar nog even over moeten gaan hebben. Maar je hebt geen hoogtevrees? Jawel, als ik op een krant ga staan al, dus laat staan dit. Dus, maar dan jij gaat klimmen, jij gaat dit doen. Ja. Wie gaat het aangeven dan? Deze meneer gaat het aangeven. Want jij bent van de organisatie zo? Ook, ja. Ja, maar vanavond even niks aan maat. Dus we hebben Nick geregeld. Oh, jullie kennen elkaar wel? We kennen elkaar wel, ja, zeker. En we hebben gisteravond besloten dat we dit vanavond gingen doen. Dus, ja, maar als je dan zo iemand voor je hebt, kan ik me voorstellen dat het een beetje demotiverend is. De lat ligt vrij hoog. De krat ligt hoog, ja. Nou, heel veel succes, ik ga je zo aanmoedigen, ja? Ja, dank je. Rio! We gaan nu inderdaad iets meer wiebelen, is voor ons ook te zien. Hey, gefeliciteerd! Ja! Is dit de eerste keer dat je meedeed? Nee. We hebben al eerder meegedaan, in 2018. Oh, maar dat is echt al 7 jaar geleden, want jullie zijn dus een team? Wij zijn een team, ja. En hoe was het toen in 2018? Wie deed toen wat? Wij ook hetzelfde. Zij klom en ik gaf aan. En toen werden we derde en eerste dames. Dus, en hoeveel kratjes hadden jullie toen? 14. Nou, en nu had je er 17. Nee, 16. 16? Nou, die telde niet mee. Ik hoorde 17, maar die telt dan niet mee. Maar wat had je dan van tevoren verwacht? Lager, dacht ik. Nou, ik dacht, we gaan voor de winst. Maar ik had niet gedacht dat het zo hoog zou zijn. Nee, die jongen die nu gaat, die was al helemaal gedemotiveerd. Oh, dat is mooi. Die begint al met in zijn hoofd van... Ja, is meedoen belangrijker dan winnen of is winnen belangrijker dan meedoen? Ik wil echt van het winnen, hoor. Ja, wij willen wel winnen. Ja. Maar wij willen wel winnen. Ja, je zou denken dat jouw taak lastiger is, maar wordt jouw taak onderschat? Nou, dat denk ik wel, want ik moet heel erg uitkijken dat ik niet met die krat tegen die stapel ga, hè. Dat ik tegen die stapel ga, breng ik haar in balans. Maar ik begreep wel dat jullie een soort van voorsprong hebben omdat jullie eerste waren. Mag je straks nog... Dus dan mogen we nog een keer, begreep ik. Ja, als we de hoogste score hebben, hoeven we niet meer. Ja, maar stel nou dat er eentje 17 pakt, gaan jullie dan nog een keer? Ja, natuurlijk. Ja, dan gaan we. Ja. Ja? Ik zie een motivatie hier. Ja. Nee, dat gaat gebeuren. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Rio! Ja, ik heb je ingeschreven. Nee. Ja, dus we gaan zo. Ik ga zo meteen jou de krat aangeven en jij gaat klimmen. Ja, dan mag je willen. Andersom dan, hè? Zou je het dan wel doen? Nee. Wil jij met mij meedoen? Nee. Ik zoek nog een maatje. Nee, echt niet. Nee? Daar staat dan wel een maatje. Die zou dat wel willen? Ja, die heeft het al vaker gedaan. Ja, die vindt het leuk. En klom ze of gaf ze aan? Dat weet ik niet meer. Maar als je dit nou zo ziet, ja, deze. Ze gaf aan. Maar net hadden we iemand die had 16 kratjes. Dat is toch best knap? Dat is best knap. Dat is heel knap, ja, absoluut. Ja. Maar die hoogte, ik... Ik doe het ze niet na. Nee, ik doe het ze ook niet na. Ik ga wel kijken, daar ben ik beter in, denk ik. Ja, precies. Ja. Gaan jullie vanavond nog wat doen hier? Verder? Ja, oliebollen kopen. Dat is een goed idee. Ja, hè? Goed zo. Dan nou, ik naar huis. Veel plezier. Dankjewel. Rio! Wat heb je nou gewonnen? Niet van mij. Nee, je moet het alleen maar even vasthouden. Ja, natuurlijk. Voor mijn dochter. Voor je kleindochter. Voor je kleindochter. Daarboven. Oh, die is nu, wat is dit? Dit is een, oh ja, daar. Hey. Maar ben je de hele middag met haar op pad zo? Nee, ik woon hier. Dus ik vind het leven leuk dat er is in Wassenaar dit. Hè? Ben je geboren en getogen in Wassenaar? Nee, ik kom in Den Haag, maar wel altijd in Wassenaar gewoond. Ja, in Den Haag heb je natuurlijk ook altijd kermis. Ja, dat is heel wat anders, ja. Dat is ietsje groter sowieso. Ja. Maar wel leuk. Maar waarmee heeft ze dit gewonnen? Met ballen gooien. Oh ja, altijd prijs. Hartelijk, ja. Nee, veel plezier. Tuurlijk, ja, enig. Rio! Is het goed gegaan? Ja hoor. Oh, ik hoor ja hoor en nee. De schoenen zijn uitgevlogen, dus... Die van haar? Naar haar, dus... Oh, zij moet nog? Ja. Nou, moeten we je aanmoedigen? Meet je? Imke. Dus als wij nou roepen, hup Imke. Yes, dat is goed. 3, 2, 1. Hup Imke! Hup Imke! Oh. Mis!
En hoeveel keer mag je? 6 keer. En dit was de eerste keer? Tweede. Ja, maar ik zie dat jij al een beertje hebt. Ik heb er al in 3 dagen denk ik een stuk of 15 gewonnen. En waar zet je ze neer dan? In haar kamer. Oh, dit is, oh, dat is wel romantisch. Tenminste, ik neem aan dat jullie een stelletje hebben. Ja. Dat is wel romantisch. Ja, zeker. Maar 15 beertjes heb je al? Ja, 15 ja. En waar heb je ze mee gewonnen? Mijn geld. Ja, met je geld? Nee, bij de Gijpers. Oké, ja, ik moet ook nog voor mijn cameravrouw. Die wil graag zo'n piemel. Die hebben ze ook al. Ja, vorig jaar heb ik een witte gewonnen en ze wil nu een bruine. Dus die moet ik nog even gaan zoeken dan. Ja, ik heb al die beertjes heb ik toch, ze hebben nu alleen maar dubbele. Maar ben je er dan goed in of heb je er gewoon veel geld in gehoord? Elke dag doe ik gewoon 50 euro. Nou ja. Ene dag trek ik er 6 uit, andere dag 3. Nou ja, vandaag ook alweer 3. Ik heb nog geld over. Dus. Maar het is wel verslavend ook. Ja, nee. Ja, nee. Ja. Hey, ze heeft. Imke, het lukte net. Ja. En dat hebben wij nu gemist. Ja. Dus nou, we kijken de herhaling thuis wel. Doeg! Ja, nu! Rio! Nou, wie zijn we aan het kijken? Oh, naar mijn kleinkind en naar mijn nichtje. En waar zitten ze? Waar? Ja. Dat gaat natuurlijk hartstikke snel voorbij. Ja, hier. Oh, hier, met die knot. Ja, met die knot. Oh, die niet zo blij kijkt. Nee, ik denk dat ze ook niet erg blij is. Dus, maar mocht je niet mee of wilde je niet mee? Nee, ik mag niet. Mag je niet? Ze willen mij er niet bij hebben. Oh, ook dacht misschien omdat dat qua lichaam niet lukt. Maar je mocht gewoon niet mee van hun. Maar dat vind je helemaal niet erg, toch? Nee. Dus, Nee. Jouw tijd is geweest qua kermis. Mijn tijd is geweest. Nou, ik had het er net met de cameravrouw over, net zoals daar met die schommelstoel. Ja. Dat een paar jaar geleden vonden we dat nog heel leuk. Maar nu vinden we dat het te hard gaat. Ja, dat is helemaal niks voor mij. Nee. En we straks lekker een oliebolletje? Een lekker oliebolletje, appelflapje, patatje. Kan er allemaal bij in dit lichaam. Nou, veel plezier nog. Dankjewel. Rio! Ik zie een strategie bij je. Sorry? Ik zei, je stond een beetje zo te wijzen. Oh, nee, helemaal niet. Ik denk, misschien heb jij een strategie om die knuffel te winnen. Nee, helemaal niet. Heb je er al wel geld in gegooid? Nee, hij heeft er geld in gegooid. Nou, is het gelukt? Ja, hij heeft een smurf gewonnen. Oh, nou, dat is hartstikke leuk. Ja, superleuk. Gaan jullie verder nog doen? Weet ik nog niet. Nou, veel plezier. Dankjewel. Wij gaan er ook vandoor. Dit was weer een nieuwe Rudo. Tot volgende week. Ja.